Hey Gerrit, we gaan even een testje doen, even om te kijken wat jouw keukenvaardigheden zijn. Ja. En wat we gaan doen, je mag het mesje nog even neerleggen. Oké. We gaan toneren van een aardappel. Ik wil graag dat je één aardappel in de vorm van een ton snijdt. Dus dat, in de vakterm heet dat toneren. Nou kijk, dat toneren is echt een heel klassiek iets. Smaaktechnisch maakt dat geen malle moer uit. Of je nu die aardappel in een blok snijdt en of je dat nou in een tonnetje doet. Maar het ziet er gewoon mooier uit. Wat ik wil creëren is dat we straks een mooi tonnetje hebben. Een tonnetje? Ja, ik weet niet wat hij bedoelt met een tonnetje, maar gelukkig was ik niet de enige, want niemand wist wat er bedoeld werd met een tonnetje. Ik snap echt helemaal niet wat je bedoelt. Het is ook heel moeilijk. Ik zie, maar kan ik hier ooit een ton van maken? Een ton is toch rond? Jezus, gewoon een mooi... Een wijnvat. Een wijnvat. Nu heb ik je. Een wijnvat. Oké. Ik vat hem. Ja. Zeg dan maar wijnvat, dan heb ik hem natuurlijk, hè. Maar als je nou hebt gezegd, het is een halve ton. Nee, maar je moet hem helemaal rond doen. Kijk, oh. Die platte kant moet ook rond. Oh, dit is, ja, nou snap ik een beetje wat je bedoelt. Maar het wordt niet de mooiste ton, dit, hoor. Wat vind je? Om en nabij? Ja, een beetje... Kijken? Ja. Het is wel even lekker om af te tasten wat de vaardigheden zijn in de keuken. En toen kwam ik wel achter, dat is bij Gerard verdomd weinig.